Zeg, Nanneke in Brussels, Xena Geijeren. Dat zei toch alles? Dat verstuur je in alle tolen. Dat spreek, gevoel, dat is magnifiek, hè. Dat is mo één tol, dat is Brussels. Zeg, Nanneke, bon appétit, of smakelijk. Maar je zegt, dat smokt. Dat verstuur je overal, hè. Dat voel je dat goed is, hè. Dat is Brussels voor mij. Brussels, dat is een wereldtol. Dat is de schoonste tol. Allee, als je naar in Brussels klapt, dat is gelijk een film gaan zien in 3D. Dat is juist hetzelfde. Kijk, je gaat naar een gewone film, dan voel je, dan zie je die dingen zo niet. Maar ga je in 3D, dan komt dat op af. Je voelt dat, je rikt dat. Dat is een wereldtol, wauw. Ze zijn alle mooi geweest, hè? De Fransen, de Engelsen, de Spanjolen, de Duitsers, noem ze op nog meer. En wij hebben van allemaal het beste gehad, hè? En dat vinden ons tol terug ook. Een stammenijn, een staminijn, zo van alles. Hè. Allee, dat is er zo tof van ons tol, hè? Dat is uniek, hè? Dat is een mix van alle tolen, hè? En zo kom je aan een schuintol. Dat beste en het meeste nooit legt wat dat is. Een handtas. Mooi in Brussel is dat een sacoche. Dat is veel schunder, hè. Een sacoche, allee, ja. Dat spreekt en dat leidt uit wat dat is, hè. Dat is vuil. Dat spreekt meer. Ik pak graag mijn sacoche mee. En als het in de sacoche is, dan is het goed, hè. Dan is het goed, hè. Dan is het 1 op 10, hè.